Lieve kijkers, welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je nieuw hier? Klik hier op het rode knopje en daarnaast het belletje natuurlijk. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Prima! Nou, ik ga vandaag een shoplog doen. Het is ochtend. Nou, we waren gisteravond lekker in Utrecht, Hoogkaterijnen. Dus we hebben lekker gewinkeld, geshopt, maar ook lekker rondgekeken voor kerstversieringen en voor kerstcadeautips. En dat heb ik natuurlijk ook allemaal gefilmd. Maar goed, het was hartstikke donker voordat wij thuis waren. En ik dacht, nou weet je wat, zodra ik 's ochtends opsta, dan ga ik shoplog. Dus ik heb mijn tas ook gewoon zo gelaten. Prima. Nou, voor de rest heb ik ook spaarkaarten. Want ik ben dus naar de Albert Heijn geweest. Dus het is geen reclame voor Albert Heijn. Maar ik vind het wel leuk om te laten zien. Ik spaar namelijk voor servies van echt porselein. Ja, ik vind ze zo leuk. Mijn keuze zal dan ook worden deze. Want ik hou echt van plain. Niet van met bloemetjes erop. Op dit moment zit ik op bijna 18 spaarzegeltjes en ik heb er nog een string erbij gekregen. Dus die ga ik ook lekker even plakken. Dat vind ik ook zo leuk, hè? Dat gewoon dat plakken, ja, dat vind ik geweldig, want daar houden mensen ook wel van, hè? Gewoon lekker plakken. Dus, kijk eens aan. Nou, ik zit op meer dan de helft, zie ik. Ja, daarnaast spaar ik ook voor Erika. Nou ja, Erika is een natuurwinkel. Daar zijn we ook gisteren geweest. En één volle kaart is 5 euro. Nou, dat scheelt. En dan gaan we naar het shoppen. Maar zoals je ziet heb ik weer mijn Action tas gebruikt. Ik ben namelijk naar de Action geweest. Ik ben naar een natuurwinkel geweest. Albert Heijn ben ik geweest. Het kan zijn dat ik nog iets ben vergeten. Goed, als eerste van Albert Heijn heb ik gehaald vrij van gluten crackers. Heerlijke crackers. Licht verteerbaar. En ook gewoon voor ontbijt als tussendoor. En vooral voor mensen die glutenintolerantie hebben. Daarna heb ik gehaald van Holland en Barré. Zoals je ziet heb ik hem al opengemaakt. Ja, nogmaals, het was avond. Heb ik Sleepy Time extra gekocht. Infusion. Ik vind dit altijd zo een heerlijke thee voor in de avond. Naar mijn bed gaan. En het ruikt gewoon goddelijk lekker. Het ruikt echt heerlijk. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het heeft dat frisse muntsmaak. Er zit ook ingrediënten. Kamille, groene munt, citroengras, meidoorn, lindenbloesem, oranjebloesem en valeriaan. Nou, deze heb ik nogmaals van Holland en Barré. Daar ben ik trouwens ook geweest. En ik heb extra gehaald. Je hebt ook gewone versie. En die verkopen ze ook in Albert Heijn. Nou, deze is €2,99. Goed, daarna heb ik gehaald van mijn Dolce Gusto Espresso Intenso. Zoals je ziet, heerlijk. Zitten er 16 stuks in. En ja, heerlijk voor in de ochtend. Ik neem altijd één per dag, want ze zijn best wel sterk. Daarna heb ik gehaald van Zonnatura bouillon, groenten. En deze is handig voor in de soep. Zitten 6 stuks in. Daarna heb ik gehaald, zoals je ziet, heb ik die ook open gemaakt. Avondmélangé. Nou, avondmélangé thee neem ik rond 6 uur, 7 uur na het eten. Vind ik echt heerlijk. En deze andere thee, deze neem ik echt voor het slapen gaan. Nou, hier zit in zoethoutwortel, appel, kaneel, kruidnagel. Nou, heerlijke specerijen. Echt zalig. En even kijken, van Albert Heijn bij de Oosterse keuken heb ik gehaald witte rijstnoedels van Fairtrade Original. Nou, rijstnoedels vind ik heerlijk. Nou, deze heb ik nooit gehaald. Ik was wel benieuwd, omdat het uit Thailand is, zeggen ze. Nou, 3 minuten. Nou, ik hou van rijstnoedels. Vooral als ik het maak met heerlijke groentes, bonen, wortelen, kikkererwt vind ik ook wel lekker mee. Linzen, ja, heerlijke combinatie. En dan heerlijke soja saus eromheen. En dan delicious. Dit vind ik ook heerlijk.
Deze is volgens mij 1,89 bij de Albert Heijn, bij de Konimax. Goed, daarna heb ik gehaald... Oh, orange zie ik nu. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was eigenlijk lemon cactus, zie ik nu. Maar we hadden volgens mij een beetje haast. Maar goed, dus dan is het orange geworden. Daarna heb ik gehaald Kikkoman sojasaus. Nou, zoals ik net al zei, bij de rijstnoedels is sojasaus gewoon onmisbaar. Het hoort erbij, vind ik. Maar ook als ik groenten wok, vind ik het ook heerlijk. En het is een smaakmaker. En ja, heerlijk. Zwarte thee appelkaneel. Deze is van de Albert Heijn. Die was ook in aanbieding, 99 cent. Daarna heb ik gehaald azijn. Nou, azijn heb ik puur gehaald voor het ontkalken van mijn waterkoker. Heel af en toe doe ik het in de sla, maar niet te vaak. Ik gebruik dit echt puur voor ontkalken. Dit is de goedkoopste versie bij Albert Heijn. Daarna heb ik gehaald tonijn in water. Nee, maar dat is vlees. Ja, dat klopt. Deze is niet voor ons. Deze is voor onze rode kater Callie. Nou, Callie houdt van tonijn. Hij is dol op tonijn sinds hij een kitten is. 7 jaar geleden. En wij merkten dat, want 7 jaar geleden was ik nog geen vegan. En hij houdt ervan. Dus hij krijgt 1 keer per maand. Ja, 1 keer per maand krijgt hij tonijnstukjes. Of als hij echt heel lief is geweest. Goed, daarna bij de Action. Ja, we zijn bij de Action geweest. Heb ik kledingrollers gehaald. En deze kledingrollers zijn heel erg handig. Vooral voor mensen die katten hebben. En als ik even mijn katjes vasthoud of zo. Nou ja, en ik moet weer gaan koken of et cetera. Dan rol ik dit. Gewoon even de haren eruit rollen. Of zo op de bank gezeten ook eruit rollen. Het is gewoon heel handig. Dit kan ik niet zonder. Maar ook gewoon in het algemeen. Als je zwarte kleren aan hebt, is het gewoon handig om je kleding te rollen. Zodat het pluisvrij is. Deze zijn heel goedkoop, het is maar 60 cent of zo bij Action. Ik had er 2 gehaald, ik heb eentje al aangebroken. Dus deze, eentje is er al uitgegaan. En dan heb je ook nog een extra reserve. Wat hartstikke goed is. Goed, daarna bij Erika heb ik gehaald als eerste rooibos kruidenhaar gel. Puur natuur, heerlijke gel voor mijn haar. En heb ik gehaald Lavera heerlijke masker. Het zijn 2 stukken, dus vind ik het wel handig. Vegan, ik heb altijd goede ervaring met deze masker. Het zit zo lekker. En wat zit erin? Kijk hoor, neem het Engels. Organic jojoba, organic aloe vera en natural coenzyme Q10. Nou, Q10, dat moet dan voor de rimpels zijn. En 10 tot 15 minuten lekker op je gezicht en dan met een doekje afvegen. Dus je hoeft het niet weg te wassen. Want je kan het gewoon lekker op je gezicht als crème laten. Deze was volgens mij 1,99. En deze was 4,50. Goed, daarna van de Albert Heijn. Nee, deze heb ik van de Dirk van de Broek. Deze is, dit is water, Barlet Dunk. Is een familiepak, 2 liter, af en toe mineraalwater. Vind ik wel lekker. Goed, van de Action heb ik gehaald zo'n doos. Nou, ik had al alles erin gedaan toen ik daar was. Maar deze doos is een opbergdoos voor allerlei glutenvrije meel of zakjes bonen. Goed, ik heb de bon er even bij gepakt. Opberg box plus klemdeksel is 1,59. Ja, en daarna had ik ook de kledingrollers. Die zijn dus 86 cent per stuk. Dat is deze. Ik zei volgens mij 60 cent, maar dit is 86 cent per stuk. Daarna heb ik gehaald 3 maal kikkererwten in blik. Nou, ik vond ze heel lekker vorige keer, want die heb ik ook geshoplogd een keer. En deze zijn 53 cent. Ze waren eerst 49 cent trouwens toen ze shoplogden. Maar we waren in een andere Action in Utrecht, Hoge Catharijnen. En daar heb ik ook meteen 3 gehaald. Want ik maak heel veel gerechten met kikkererwten en het scheelt gewoon. Daarna heb ik gehaald voor mijn lampjes. Dit zijn de lampjes. Heb ik Panasonic batterijen gehaald. Nou, ik vind deze echt ontzettend goedkoop eigenlijk.
even kijken hoeveel deze zijn. Panasonic batterijen 1,79, 12 stuks. Goed, als laatste heb ik gehaald van Erika Lavera Natuur Cosmetic Toothpaste. Nou, dit is fluoridevrij. En het is een zachte tandpasta trouwens. Want je hebt bepaalde tandpasta's die best wel scherp zijn. Betreft mint of er zit een bepaalde stof in dat echt heel scherp is. Maar dit is zo zacht en zo lekker, maar ook effectief. En ja, biologisch, zonder fluoride, 2,49. Vind ik voor een vegan toothpaste, ja, vind ik gewoon geweldig. Goed, dat was de shoplog voor vandaag. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn geraakt door bepaalde producten die ik gekocht heb. Als dat zo is, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Klik hieronder op het rode knopje. Prima! Nou, dan wens ik jullie natuurlijk een hele, hele fijne dag, avond of weekend. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Daag!